is wel een belangrijke scène, dus ik hoop dat het licht hier echt wel in orde gaat zijn. Dat is belangrijk. Ja, het is de intro-scène. Hiermee begint uw film. Hè. Als uw film niet goed begint, dan begint uw film niet goed en dan is hem slecht. Dat is de rest van de film ook slecht. Nee, dat is niet waar. Maar kijk, mensen onthouden altijd het beste het begin en het einde. Zwaar. Dus je begint moet knallen, je einde moet knallen en wat je ertussen doet, boeien. Zelf ook. Want het kwam ook als een idee voor zo wat verder te doen in de vakantie van wat je geleerd hebt door het jaar. En dan is het ook wel iets dat je op je palmarès hebt staan van ik heb hier al aan meegewerkt, ik ben niet gewoon studentenfilm aan het doen, ik heb echt al iets gedaan. En dan kun je dat altijd voorleggen als je ergens wat je aan het solliciteren. Ah, ja. Voor helemaal alleen te doen als regie. Zeker omdat we niet helemaal ervaren zijn. Nee. Dus en een grote crew. Ja, en het is een grote crew. En, het is echt... en als dat allemaal op je afkomt in één keer licht, geluid, beeld, ja. Dan is het te veel voor één persoon. Ook zeker voor ons al een vrij grote film om te doen. Want we zijn studenten, we zijn geen dingen. Dus voor ons is deze echt een massaal onderneming. Ja. En we zijn hier ook, we proberen hier ook heel veel uit te leren. Als het nu fout gaat, we willen liefst dat niks fout gaat, maar wat hier nu fout gaat, dat gebeurt dan niet meer in het later beroepsleven. Ja. Als we dan echt taal dingen en echt, Bijvoorbeeld, dat we het foute ding hadden voorop te nemen, dat gaat later niet meer gebeuren, want dat gaat altijd blijven onthouden dat je dat hier fout hebt gedaan en hoeveel problemen dat je ermee hebt gehad. Ja, beter nu dan over een paar jaar. Nee, niet. Dat is gewoon een rare stuk lang. Dat is wel om meisjes te versieren, zo op café. Hey, ik heb een oogje op u. Ja. What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. And I'm lost in a daydream. Dreaming about my bundle of joy. And even if time ain't really on my side, it's one of those days for taking a walk outside. Het idee van Smetface is begonnen bij Pieter en Roxy en de Narafi crew. Want ik ken Roxy, camera, al heel erg lang, viertal jaar. Dus we zijn samen beginnen studeren op de Universiteit Gent. En we hadden al eens het idee om een film te maken. We hebben zelfs een scenario geschreven toen, 2-3 jaar geleden. Er is nooit iets van gekomen omdat we geen technische assistentie hadden, geen technische kennis hadden en geen idee hoe dat we eraan moesten beginnen. Roxy is afgestudeerd aan Unif en is dan naar Raffi gaan doen. En toen kwam dat idee terug van hey, ik studeer nu film, ik leer ondertussen camera, geluid, licht en al de rest. Er is nu terug een mogelijkheid, misschien moeten we het nu wel eens proberen. En ik denk niet dat de rest van de crew verwacht dat zoiets groots ging worden. Maar nu is dat... Pieter had er een mooie metafoor voor. Als hij de vonk heeft gegeven, dan heeft Roxy er hout op gesmeten en dan heb ik er benzine op gekapt. 2:30, dat wordt dat je er op tijd staat. Ja. We hebben nu ook gelijk met opstellen en zo, we hebben dat vrij ruim gepakt omdat gisteren het toch vrij laat was. Mm-hmm. Pieter moet naar de visagie. Pieter is het al bij de visagie.
Ine, die gaat hier straks toekomen. Dat is een van de weinige actrices. Maar die is onderweg. En voor de rest, iedereen kent de huisregels ondertussen wel een beetje. Hè. Niet peuken bijhouden, geen kroonkurken. Pas pint beginnen drinken nadat de scène is opgenomen. Wat is er nog gebeurd? Naar mij te kijken. Ja, ik heb pas pint beginnen zitten. Hoe ben je niet meer film op? Het beste vind ik eigenlijk dat camerawerk is zo'n beetje het ligt precies in het midden tussen het echte heel technische en het echt super creatieve. Als je zo'n lijn hebt, dan het meest creatieve is dan zeg regie. En het meest technische dan gewoon ik denk eerder zo elektro, dat soort dingen. Camerawerk zit er tussenin, exact. Je bent heel creatief bezig met het maken van het beeld, maar het moet ook technisch in orde zijn. De belichting, of ja, de diaf moet goed zijn en de scherpte moet goed zijn en alle technische details ook. Zijn we team shot 13, take 1. En actie. We hadden het onszelf echt moeilijk gemaakt doordat we een week op één locatie woonden. Met een bos, met een hotel. En een bos en al de rest. En ik word gebeld in een privé-nummer. Sammy. Dag Sammy. Sorry. Yo Sammy. Stuntman. Voor mij was het meer ondergaan dan leren. En natuurlijk leer je wel bij van dit is de manier om dat te bereiken. En ook vooral, en dat is heel stom, kijken naar wat dat je doelpubliek is om aan te spreken om dingen te bereiken. Voor sponsoring zijn we dan meer gaan focussen op bijvoorbeeld tatoeërs en tatoeageshops, omdat dat met horror wel ergens connectie heeft. Om een of andere reden bevestigt dat cliché zichzelf, dat die mannen... Ja. Zichzelf graag inken en dan ook wat dieper gaan en wat grover gaan in de filmgenre. En ik zou daar nooit bij stilgestaan. Ik ook niet. Echt niet. En uiteindelijk is dat gewoon doen en merken van en dan dat idee horen van iemand en denken eigenlijk moet je wel echt gewoon de rekening houden met wat dat je maakt en wie dat je daarvoor kan aanspreken. We hebben praktisch iedere avond iets gedaan waarvan we op voorhand wisten van dit kunnen we maar één keer doen en tot op heden is dat iedere keer gelukt en is iedereen heel tevreden met het resultaat. En denk ik juist ook dat dat helpt, omdat je weet, kan maar één keer, en de scènes zijn meestal heel intens, want dat is met vrees en het is zo net dat tikkeltje over het randje en zo die extra spanning helpt ook eigenlijk voor dat tikkeltje extra ook te doen, dan past hij bij dat personage. Ik ben altijd het meest trots, denk ik, van de laatste shots die worden opgenomen, want in het begin is het altijd een beetje wennen, ook aan de tekst en de situatie. En je moet er altijd zo nog wat in komen en zo na 3-4 shots, dan denk ik, alright, we zijn goed bezig. Het is ook zo, de eerste opnamedag was direct al de keukenscène en dan moet er een bepaalde chemie zijn tussen mij en de kok. En dat is nogal moeilijk, je kent elkaar nog maar één dag. Dus misschien hadden we al wat meer gerepeteerd of was dat later in de week aan bod gekomen, was dat misschien toch natuurlijker geweest. Misschien iets meer contact op voorhand. Dat was al contact hoor. Maar het was de details bespreken en echt eens graag eens samen gezeten hebben over over de rol, over het verhaal, over de relatie ook met Jolien, die Kelly speelt. Want nu is het soms nog eens, geen grote, maar dat er wel is van en wat is nu specifiek de relatie? 100% duidelijk, iets meer uithalen dat je in de complete mindset zit wanneer dat je toekomt.
make some good friends that make me say I really wanna be in LA. Kom maar op. Pak nog met twee handen vast dan. En het is wel geladen. Actie! Keigoed geacteerd. Maar deze is toch wel niet zo. Het ziet er wel schuldig uit allemaal. Blijft van uw wonden. Dat is goed, dat is goed. Het is een scène waar het hoofd in twee wordt gescheurd. En dat heb ik gedaan met twee helften klei uitgehold. En daarin gaan we vals bloed en slachtafval gieten. En dan wordt dan met die twee helften worden dan met een heel dun laagje verse klei terug vastgemaakt. En om dan makkelijk te kunnen openscheuren. En dan valt het er zo allemaal uit en de camera wordt dan achter het valse hoofd gezet en gefocust op de persoon die ervoor staat die het hoofd in twee scheurt. Ah, dus okay. Het zou er redelijk donker en onscherp moeten uitzien, dus je zou niet echt mogen zien dat het een vals hoofd is. Het is de bedoeling om gewoon twee zwarte vlakken te hebben die uit elkaar gaan. Misschien, Gert, moet je een beetje je varkenskop nog naar achter trekken. Ja. Gisteren bij de camera. Je varkenskop. Oké, okay, dit is open. Ja, voilà. Ja, zijn we. Laat de camera anders gewoon draaien vanaf nu. Ja. Actie. Kut. Mond was niet in beeld. Effecten is vooral het ding waar we niet worden besparen. Mm-hmm. Oké. Okay. Dat moest echt wel goed zijn in orde zijn. Want dan wouden we eigenlijk liever op kleinere camera's, op DSLR filmen, maar wel goede effecten, dan dat we geld aan materiaal wouden geven. De effecten moesten wel overtuigend zijn. Het materiaal kun je altijd nog lenen van. Voilà. Ja. Maar nu hadden we genoeg en nu konden we wel degelijk materiaal veroorloven. Ja. Ik ben nu brandwonden aan het maken. Mm-hmm. Omdat die gisteren bij de opname zo gezegd gesneden is geweest door Dries. Uh-huh. En nu gaat hij met een bakplaat zijn buik toeschroeien, dat die wonde dicht is. En zijn we nu de brandwonde daarvoor aan het maken. Hè? Hoeveel tijd gaat hierin zitten? Toch zeker een 2 uurtjes. Ja? En hoe lang? Nog 2 uurtjes? Of? Ik denk nog... ik weet eigenlijk niet hoe lang dat we bezig zijn, maar... We zitten ongeveer bijna op de helft. En daarnet zei je nog op 2/3. Ah, oh, leugen hoor. Ik zeg bijna, hè. Ja, bijna. Ik zei bijna 2/3. Bijna 2/3 is het bijna de helft. Nee, het is eigenlijk 2/3. We hebben gisteren wel moeten improviseren voor de brandwonden. Mm-hmm. Het stond normaal zo'n script voor een pan die op het vuur stond om te gebruiken. Maar... ja, we hadden dat eigenlijk niet gedaan in al de andere shots, dus voor continuïteit konden we moeilijk plots een pan op het vuur zetten. Dus we hebben ervan gemaakt dat ik een hete bakplaat uit de oven haal. Ja. En dat werkt ook, hè, Radhika? Ja, ja. Vet. Komt hij er nog wel goed uit, zeg. Ja? Ja. Continuïteit is heilig. Toch wel, alleen een beetje. Het zou raar zijn dat hij Dries vermoord
Nee, dat hij Dries zijn buik opensnijdt en dat er voor geen pot staat en dat er even tussendoor magisch een pot op het vuur komt te staan. Ja, dat ik op mijn gemak een pan op het vuur zet. Ik heb juist mijn buik gesneden, ik ga even een potje op het vuur zetten. Dries, ik ga denken dat de volgende hand gaat staan. Pieter, het is 5:30. Ik weet dat 5:30, dank je Dorian. Zeg het maar. Ja, ik weet het. Voorlopig heb ik vooral afgewassen en aardappels gesneden, want mijn zogenaamde hoogtepunt, als er al een hoogtepunt is, moet nog komen. Dus dat is een... Dat is? Wanneer? Het is een uitgesteld hoogtepunt, dat hebben de vrouwen graag. Zaterdag is mijn shoot. Dus, Okay. Ik heb al wel even de cameo gedaan, de laatste scène. Ga ik natuurlijk niet verklappen, voor de mensen die de film nog niet hebben gezien. Maar zaterdag krijg ik mijn twee zinnetjes, mijn 15 minutes of fame. Het gaat vet worden, het gaat sensationeel zijn. Hij gaat slaan, hij gaat tomaten, hij gaat komkommer en hij gaat patatsalade. Normaal gezien word ik wakker rond een uur of 8:30, 9:00 en dan... Ja, dan ga ik in de tent iemand wakker maken voor de sleutel en dan ga ik binnen eerst het huis opruimen. Uh-huh, want dat is, ja, 's nachts is er heel laat gefilmd elke avond en dan is het huis echt een rommelhoop gewoon. Ja. En dan ruim ik eerst alles op en tegen dan komen de eerste mensen van de visagie en de eerste acteurs die geschminkt moeten worden al binnen en die helpen dan zo'n beetje. En dan begin ik aan het ontbijt. Ik vind het de max. Ik vind het echt de max. Ik hoor het aan. Ik vind het echt de max en ik weet niet wat ik hier ooit verder mee ga doen. Maar ik zie met dit zelf sowieso nog wel eens proberen. En dat het helemaal vanuit mij vertrekt. Nee, ik, dit is echt leuk. Als ik mezelf creatief kan bezighouden, is het fantastisch. En is dat niet film of zijn, radio of zijn, iets. Het ding is gewoon dat, en dat is wel leuk om te merken, dat wat ik eruit zei, dus in plaats van zo'n gek idee in theorie op café te laten sterven, dat gewoon doet. En als je dat tegen de muur loopt, dan heb je het geprobeerd. En als je niet tegen de muur loopt, dat is fantastisch. Maar gewoon doen, echt gewoon doen. Special baby.